Van zaterdag 6 tot zondag 21 juli moet je zeker eens afzakken naar de Grote Markt. Want dan is het Sint-Niklaas kermis met tal van activiteiten. Wij gaan in de dag gaan wij met een Haribo zomertour. De kindjes zich zeer goed kunnen amuseren. Eigenlijk. Dat is voor jonge gezinnen. Daarna sluiten wij aan met Anne. Dus dat zijn toch 8 Vlaamse zangers die zullen komen. Udo, Jean Thomas, Dean enzovoort. En dan s'avonds hebben wij natuurlijk Barry White Experience. Zeer mooie live optreden trouwens. 18 man orkest. En ik kan u verzekeren, hij is beter dan een echte. The first, my last, my everything. And it's up to all my dreams. Tijdens Sint-Niklaas kermis hebben we nog motortreffen hier op de markt. Ook spectaculair. Mannen die van motors houden, kom aan, kom maar zien. We hebben dan de dag nadien hebben we Catnet Cup. Nemen een televisieprogramma op. Wordt de zaterdag nadien reeds uitgezonden. En daar rond is nog een heel groot kinderevenement. Gratis voor de kinderen echt komen spelen op 20 verschillende spelmogelijkheden. Echt de moeite waard. Dan hebben we nog straatvoetbal hier. Dat is ook de moeite om eigenlijk eens komen te bekijken. Alle voetballiefhebbers, kom aan. Straatvoetbal, het is iets anders dan de gewone voetbal. En dan hebben we natuurlijk het muzikaal vuurwerk. Ook de moeite en een zeer mooie afsluiter voor de kermisfeesten. Tijdens de Vlaamse feestdag op donderdag 11 juli is er ook een volksfeest op het Sint-Nicolaasplein met een gratis concert van Kadril vanaf 8:30 s'avonds. Meer info over alle activiteiten vind je op www.sintnicolaas.be.